NOS Journaal. Palestijnse aanval op Joodse nederzetting. Dag 1 van de nieuwe leider van het CDA. 50 jaar TV, het later journaal met Gouden Randje. Goedenavond. Bij een Palestijnse aanval op een Joodse nederzetting in de Gazastrook zijn 2 mensen doodgeschoten. Er zouden zeker 9 gewonden zijn. Het is nog onduidelijk om hoeveel Palestijnse aanvallers het gaat. Volgens onbevestigde berichten hebben ze een onbekend aantal Joodse kolonisten gegijzeld en zich verschanst in een huis dat door het Israëlische leger is omsingeld. Aan de telefoon Midden-Oosten-correspondent Joris Luijendijk. Joris, heb jij nog informatie over wat er precies gebeurd is? Nou, het allerlaatste nieuws is dat het zou gaan om 3 Palestijnse mannen die alle 3 inmiddels zouden zijn gedood. Ze hebben dus 9 gewonden gemaakt, onder wie 3 soldaten en een baby. En er ook 3 doden onder de kolonisten, onder wie in ieder geval 2 tieners. Dus de gijzeling zou nu dan ten einde zijn, maar ook dit is allemaal nog niet bevestigd. Dit zijn allemaal ooggetuigenverslagen. Nu heeft eerder vandaag de Amerikaanse president Bush gezegd dat hij voorstander is van een Palestijnse staat. Wat is het belang van die uitspraak? Nou, voor de Palestijnen is dat belang enorm. Die hebben echt uitgelaten gereageerd op eigenlijk het eerste positieve signaal van een Amerikaanse regering die de afgelopen maanden toch vooral bezig was om afstand te houden van dat wespennest dat het Midden-Oosten is. Ja, het is natuurlijk de grote vraag hoe die aanslag van vanavond de situatie gaat beïnvloeden. Premier Sharon is op dit moment in spoedzitting bijeen met zijn kabinet. En ja, de Amerikanen zullen nu waarschijnlijk koortsachtig aan het bellen zijn met Sharon om hem ervan te overtuigen dat hij niet heel hard moet terugslaan. En daarmee het toch al hele wankele bestand van tafel moet vegen. Maar ja, Sharon zal zeggen dat met deze aanslag het bestand al van tafel is geveegd. En dat hij nu keihard moet optreden om wraak te nemen. Dus het worden erg spannende uren. Dankjewel, Joris Luijendijk. Vandaag werd bekend dat de Amerikaanse minister van Defensie, Rumsfeld, morgen naar het Midden-Oosten afreist om steun te verwerven voor de verwachte aanvallen op Afghanistan. In Washington is Charles Groenhuizen. Charles, waar komt die actieve houding van de Verenigde Staten in het Midden-Oosten op dit moment vandaan? Een beetje waar Joris net op duidde, enorme angst aan de Amerikaanse kant dat nu in het Midden-Oosten opnieuw de vlam in de pan slaat. Dat er opnieuw allerlei aanslagen en vergeldingsacties over en weer komen. Het kan zomaar ineens misgaan. En waarom is dat van zo ontzettend groot belang? Een aantal Arabische landen is nu schoorvoetend, heeft zich aangesloten bij de coalitie van George Bush, de internationale coalitie tegen terrorisme. Als het misgaat in het Midden-Oosten, zullen die Arabische landen bijna wel gedwongen zijn om te kiezen. En dan zullen ze waarschijnlijk niet voor Amerika, maar voor hun eigen Arabische islambroeders kiezen. En dan verkruimelt de coalitie van George Bush en is zijn campagne tegen terrorisme ineens serieus in gevaar. Waar duidt al die activiteit op? Is een vergelding nabij? Het is heel moeilijk te zeggen. Officieel weten we absoluut niks. Er zijn 2 theorieën. U noemde net Rumsfeld. Die gaat op bezoek in het Midden-Oosten. Zojuist bekend geworden dat hij op bezoek gaat in Oman, Oezbekistan, Egypte en Saoedi-Arabië. En voor het weekend alweer terug wil zijn hier in Washington. Een bliksemtrip moet dat worden. Dat zou erop kunnen duiden dat tot het weekend in ieder geval geen aanval komt. Want er is een theorie die zegt als Rumsfeld niet in Washington, niet in het Pentagon is, dan kun je als Amerika en andere landen kun je eenvoudig niet aanvallen. Aan de andere kant, het kan ook wel een soort truc zijn van de Amerikanen dat ze wel van plan zijn om aan te vallen en dit als een soort afleidingsmanoeuvre gebruiken. Niemand zal het weten. Zeker is dat de activiteit ook in de buurt van Afghanistan toeneemt, de troepenopbouw doorgaat. Het is een soort gezelschapsspel geworden. Hè? Van wanneer gaan de Amerikanen aanvallen? En ik hoor de meeste weddenschappen in de richting toch nog steeds van morgenavond, woensdagavond gaan. Maar niemand weet het zeker, nooit. Bedankt, Charles Groenhuizen. De Taliban-machthebbers in Afghanistan nemen grote risico's. Omdat ze de Amerikaanse vijand nummer 1 niet willen uitleveren, kunnen de vergeldingsacties ook hen treffen. Nu de dreiging met de dag groter wordt, worden jonge mannen gedwongen dienst te nemen in het leger. Dat vertellen mensen die Afghanistan zijn ontvlucht. Wie weigert, zou standrechtelijke executie riskeren. Gesteund door de naderende vergelding van de Verenigde Staten maakt ook de oppositie in Afghanistan zich klaar voor de strijd. Het Taliban-regime mag dan het grootste deel van de bevolking zijn wil hebben opgelegd. In het noorden van Afghanistan hebben de Taliban niets te zeggen. Hier maakt de oppositie, de Noordelijke Alliantie, de dienst uit. De alliantie bereidt zich voor op een offensief om de macht van de Taliban te breken.
Maar vandaag nam het leger van de oppositie ongewild een rustdag. In het frontgebied woedt een zandstorm die militaire actie zo goed als onmogelijk maakt. De troepen in het noorden worden gesteund door Rusland, dat onder meer tanks heeft gestuurd. Het is niet duidelijk hoe lang die nog stil blijven staan, omdat zandstormen in Afghanistan vele dagen kunnen aanhouden. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is voor het eerst sinds 11 september, de dag van de aanslagen in de Verenigde Staten, voedsel uitgedeeld. Afkomstig van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. 4 jaar van extreme droogte hebben in Afghanistan geleid tot hongersnood. De oorlogsdreiging heeft de situatie nog verslechterd. Volgens hulporganisaties dreigt een ramp, tenzij op korte termijn wereldwijd hulp wordt geboden. De gevolgen van de aanslagen werken ook door in de Nederlandse economie en de prognoses zijn somber. Daarom was er vandaag overleg tussen minister Vermeend van Sociale Zaken en de werkgevers- en werknemersorganisaties. Loonmatiging was een van de agendapunten. Het is nog niet duidelijk hoe verstrekkend de gevolgen van de aanslagen zijn voor de Nederlandse economie. Minister Vermeend heeft wel een voorlopige berekening gemaakt. Volgens die berekening groeit de economie nog maar met 1,1% en niet met 2% zoals met Prinsjesdag werd voorspeld. En 70.000 mensen zullen hun baan verliezen, ook veel meer dan eerder voorspeld. Dus maand de minister de vakbonden tot loonmatiging. Het is niet meer dan een dringend advies, want het is aan de sociale partners om daarover afspraken te maken. Van de grote politiek naar de Haagse politiek. De Tweede Kamer was al vertrouwd gebied voor hem, maar vandaag moest Jan-Peter Balkenende wel een stoel naar rechts opschuiven in de Kamer. Want hij zit nu op de plaats van de CDA-fractievoorzitter. Balkenende, die gisteravond ook kandidaat lijsttrekker van de ChristenDemocraten is geworden, liep vandaag met zijn voorganger naar zijn nieuwe plek in de vergaderzaal. Kom, samen naar binnen, Jaap. De nieuwe CDA-leider Jan-Peter Balkenende wil eendracht uitstralen na het bloedbad dat afgelopen weekend in het CDA plaatsvond. De leiders van de andere politieke partijen hebben het drama bij het CDA met ongeloof bekeken. Zoals iedereen, met volslagen verbijstering. Er is heel wat bloed over de trappen van het partijbureau gestroomd. Straalt het ook af op de hele politiek dat mensen in het land denken van wat gaan die mensen toch op een idiote manier met elkaar om? Ja, dat de mensen in het land dan naar die politiek en dan naar Haag kijkend zeggen, ja, wat gebeurt daar toch in hemelsnaam? Dezelfde vraag die ik had, wat gebeurt daar toch in hemelsnaam? Meneer Melkert, hoe heeft u de afgelopen dagen het nieuws van het CDA bekeken? Ja, natuurlijk intensief gevolgd, meegeleefd met Jaap de Hoop Scheffer. En toch ook belangrijk, denk ik, dat het CDA onmiddellijk ook heeft laten zien hoe ze nu verder gaan met Jan-Peter Balkenende, zijn goede collega. Onder het personeel van de CDA-fractie werd Balkenende vanochtend in ieder geval met gejuich binnengehaald. Het CDA heeft de laatste 5 dagen dus zijn show gehad met applaus toe. Het wordt nu tijd voor politieke reacties in Den Haag, Job Friso. Job, hoe reageert de politieke omgeving, de concurrentie, nou op dit gedoe? Ja, het woord verbijstering is in het verslag van Rob Kosten net al gevallen. Dat is eigenlijk wat je in de wandelgangen alleen maar hoorde. Men is verbijsterd, men begrijpt het niet. Men ziet het met zorg, slaat men het gade. Want het gaat hier om de grootste oppositiepartij die zo enorm in verwarring is. En die verbijstering die ging zelfs voort tot in het kabinet. Ik ben door verschillende ministers aangesproken die ze even wilden weten wat dat nou allemaal betekende en hoe het nou allemaal gekomen was. En die begrijpen er ook helemaal niets van. Maar goed, ze hebben natuurlijk wel vaker ellende in de Tweede Kamer meegemaakt, ook bij andere partijen. Zijn dat nu krokodillentranen? Of denken ze ook stiekem bij zichzelf, nou dat levert zetels voor ons op? Nou, het kan natuurlijk altijd zetels met name voor bijvoorbeeld de VVD opleveren. Maar het zijn ook echte tranen, want de paarse partijen zijn een beetje op elkaar uitgekeken. Met name de Partij van de Arbeid en de VVD. En die zaten de laatste tijd natuurlijk ook een beetje naar het CDA te kijken. Van zouden we daarmee kunnen gaan regeren? Dat kon je al een beetje zien tijdens de algemene beschouwingen. Dat ze veel aardiger waren tegen Jaap de Hoop Scheffer dan vroeger. In de zin van, je bent misschien een toekomstige coalitiepartner. Laten we wat vriendelijker zijn. Maar de reacties vandaag liegen er niet om. Luister maar eens. In hoeverre dit nou gevolgen zal hebben voor de coalitievorming na de verkiezingen is moeilijk te zeggen. We hebben over 6 maanden pas verkiezingen, dus dat moeten we afwachten. In het algemeen vind ik wel dat ik heb liever te doen met een sterke, stabiele partij dan een instabiele. Elke partij kan zich herstellen en er zijn nog 7 maanden voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en 5 maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar het is wel zo dat ik hoop dat de oppositie geloofwaardig is, zodat er ook een duidelijke keuze voor ligt. Het is niet vanzelfsprekend dat er een paars 3 kabinet komt, maar het CDA is
in geloofwaardigheid als coalitiepartner, als regeringspartner, daar eigenlijk wel op achteruit gegaan. Ja, dit kun je natuurlijk niet alleen maar krokodillentranen noemen. Dit zijn echt bezorgde geluiden over het CDA. Maar politieke ellende komt, emoties komen, emoties gaan. Denk je dat dit nou vlug vergeten wordt? Nou, ik denk het niet, want dat grote verkiezingsverlies van 20 zetels van het CDA 7 jaar geleden, dat werd ook niet snel vergeten. De partij is die 7 jaar er niet bovenop gekomen. Er bleef maar verlies staan bij de verkiezingen die daarna kwamen en ook in de peilingen. Dus waarom zou deze rel, die 5 dagen heeft geduurd en waar niemand van begrijpt wat er nou precies gebeurd is, waarom zou die overwaaien? Daar komt nog bij dat de kiezer denk ik wel een gevoel heeft voor dat het niet alleen om poppetjes gaat, maar ook om de inhoud van het CDA. Waar staat die partij nou eigenlijk? Is dat nou een sociaal progressieve partij of een conservatieve partij? En die verwarring is ook telkens opnieuw zichtbaar. En daarom denk ik dat het niet zomaar zal overwaaien en dat de resultaten van de verkiezingsresultaten bij de verkiezingen erna zullen zijn voor het CDA. Het blijft herfst voor het CDA. Dankjewel, Job Friso. Vandaag bestaat de Nederlandse televisie precies 50 jaar. In het begin hadden weinig mensen een toestel en dan kwam de hele buurt kijken naar die ene zender. Vandaag de dag is het geen uitzondering dat een gezin 2 toestellen heeft of nog meer en dat ze kunnen kiezen uit 20 of 30 zenders. De publieke omroep viert het 50-jarig jubileum vanavond met een speciaal programma op Nederland 2 dat ook na dit journaal doorgaat. Voor het journaal ging oud-verslaggever Hugo van Rijn nog een keer op reportage over hoe de televisie in al die jaren is veranderd. In Studio 22 wordt de hele dag druk gerepeteerd voor de feestuitzending. 6 uur vol oude fragmenten en oude bekenden. Zonder Mies, want die ligt momenteel ziek thuis. En onverantwoorde journaalmomenten van mezelf hoef ik ook niet meer te zien. Zoals in iedere oorlog wordt ook hier de burgerbevolking zwaar getroffen. Zowel deze Blaag is er vanavond wel bij. En een grote man achter het scherm, regisseur Rudolf Spoor. Nou, als je hier rondkijkt is het echt zwelgen in de nostalgie. Dit was heel bijzonder. Apollo 11, de maanlandingen met Henk de Linge. We zijn geland op de maan, dames en heren. Laten we in Houston blijven. Niet op het feestje vanavond. Joop, niet uitgenodigd. Nee, ik heb geen uitnodiging ontvangen. Helaas. Had hij mij niet net als ik dat TV10 moeten willen. Maar ja, televisie maken, dat willen we nou eenmaal allemaal zo graag. En als ik dan stilsta bij 1963, dat ik op het bruggetje bij Bartel Hiem stond als cameraman. En dat ik nu in februari, als het allemaal zo zal zijn, het huwelijk van Alexander en Maxima in de kerk zal doen. Dat is toch een soort rare uitdaging om ervoor te mogen werken. Ik heb televisie een fascinerend leuk vak gevonden. Ja, super die ik ben. Op een dag at Pipo een banaan. En bij de commerciële tv zou nu het merk in beeld komen. Ik denk dat commercie heeft zo'n grip op het geheel gekregen dat soms beangstigt me, zeker. Oh ja, zeker, dat gaat nog wel even door, maar alles is een soort maatschappelijke golf waarop iets rolt. Televisie is een spiegel van de maatschappij, altijd. En dat moet het ook zijn. En er zijn natuurlijk ook trieste momenten. He, als we even nu stilstaan bij de stille tocht van Enschede, de Bijlmerramp, de Herculesramp, Volendam, indrukwekkende programma's, daar is televisie ook bij. Ik denk ook dat, hoe vreemd dat misschien ook mogen klinken, maar dat 11 september een aantal zaken in de wereld heeft veranderd en ook een heel klein stukje van de journalistiek. En ik bedoel daarmee dat wat voor ons zo vreselijk ver weg was, de verpaupering, de haat, het fundamentalisme, dat was in Verwegistan. En wat blijkt er na 11 september? Het is om de hoek, het is zo ontzettend dichtbij. Dus wij doen er goed aan om eens na te gaan denken waar wij mee bezig zijn en wat we eventueel zouden kunnen doen met dat medium televisie bijvoorbeeld. Er zullen altijd momenten zijn dat het even minder is of minder leuk is. Maar televisie is zo'n inspirerend medium dat er altijd weer nieuwe talenten opstaan. Hoe dan ook, er zat de afgelopen 50 jaar wel een knop op uw tv. Hij kon uit. Die lijkt tegenwoordig wat moeilijker te vinden te zijn. Wat de komende 50 jaar betreft, als de tv nog ranziger, nog gewelddadiger gaat worden, bedenk dan maar, het is maar televisie. Ja, 50 jaar televisie. We zijn erbij, bij de rampen in de wereld. Bij de woorden gesproken waar ook. Door presidenten, door mensen op straat in hun emoties verstikt. We zien hoe vliegtuigen het WTC in New York doorboren. Er is geen vertraging meer in de berichtgeving. Er hoeven geen blikken film meer verstuurd te worden onder andere noemer. Zoals wij die uit het oorlogsgebied van vroeger, de Libanon, verzonden. Alles is live, ook nog steeds, Charles Groenhuizen. Charles, heeft het alleen voordelen of heeft het ook nadelen?
Het heeft denk ik ook nadelen. Kijk, televisie heeft nu een live functie. We zijn inderdaad overal rechtstreeks bij. Bijvoorbeeld als president Bush achter mij het Witte Huis uitstapt voor de camera's. Wat hij ook zegt en hoe lang hij ook praat. Het wordt integraal uitgezonden op een groot aantal nieuwszenders. CNN en een groot aantal andere zenders. Dus wat dat betreft, de filterfunctie van televisie is weg. Je noemt net een aantal jaren geleden toen we er een aantal dagen over deden om filmblikken uit verweggingstand, zoals Aad van der Heuvel net zei, naar Hilversum te krijgen. En dan kon je even nadenken en nieuws laten bezinken. De bezinking, het nadenken is nu noodgedwongen voor een deel weg. Charles, zou je dat leuke verhaaltje van Cronkite nog eens kunnen zeggen? Want dat is toch wel heel typerend. Ja, over de invloed van televisie tijdens de Vietnamoorlog was bij CBS de fameuze nieuwspresentator Walter Cronkite nog in dienst. En die ging op een bepaald moment naar Vietnam toe om eens te kijken hoe het ervoor stond. En die kwam terug eigenlijk met de boodschap: Amerika vecht daar een verloren oorlog, hou er maar mee op. Richard Nixon is toen in grote woede ontstoken toen de president. Hij zei, I lost Walter Cronkite, I lost the country. En uiteindelijk verloor hij en verloor Amerika de oorlog. Of het nou door Cronkite kwam of niet. Maar de invloed van televisie was toen geweldig groot, met name in de opinievorming. Ik denk dat dat nu iets minder is, inderdaad meer die doorgeeffunctie die we hebben, dat die nu belangrijker is vergeleken met de gouden jaren van Walter Cronkite. Maar je hebt ook wel eens gezegd in het recente verleden dat CNN bijvoorbeeld vrij kritiekloos eigenlijk gewoon Amerika en de president volgt en zelfs de vlag in de studio heeft hangen, hè? Ja, en niet in de studio, heeft hangen, maar als je nu naar CNN kijkt, zie je onder in beeld al die titels van de namen van correspondenten en het laatste nieuws, maar voortdurend wappert er een Amerikaans vlaggetje mee. En dat zie je bij andere zenders ook. Alles is in dit geval ingesteld op voorbereiding op de oorlog tegen Afghanistan of tegen de terroristen, wat je het ook maar wilt noemen. Wat mij opvalt is inderdaad dat de Amerikaanse media heel erg in die sfeer meegaan van de voorbereiding op de oorlog. Heel patriotisch en wat dat betreft bijna kritiekloos en eigenlijk amper aan de orde stellen dat het misschien ook op een andere manier kan dan wat meneer George Bush wil. Dat er misschien alternatieven zijn of dat je op zijn minst het op een andere manier over kunt denken. En daar hoor je op de Amerikaanse televisie op dit moment amper over. Dankjewel Charles, tot ziens. Vanavond werd vanuit Studio 22, en u hebt er misschien net al wat van gezien hier op het omroepterrein, een speciaal jubileumprogramma uitgezonden. Een programma met ingeblikte nostalgie en lijfelijke ontmoetingen met gezichten door de decennia heen. En u zag hem misschien, oud-collega Hugo van Rijn is in Studio 22. Hugo, geef jij nog eens een actuele indruk van de avond? Nou Marijn, die actuele indruk is natuurlijk vooral dat de meeste mensen hier wel een beetje zijn weggegaan. Maar wie hier nog zitten, dat zijn de echte diehards. Dat zijn de mensen die het nog even willen volhouden. Dat laatste uur van de totaal 6 uur durende televisiemarathon rond 50 jaar televisie, dat we nog voor de boeg hebben. En dat wordt nog een heel leuk uur met veel live muziek ook hier vandaan. Dat is natuurlijk ook een beetje voor de mensen hier een beetje spannend vanavond. Want dit programma zou niet zijn uitgezonden als de situatie in Afghanistan zou zijn verslechterd. Als eventueel het gewapende conflict in Afghanistan zou zijn uitgebroken. Dan had dit programma moeten wijken voor de rechtstreekse verslaggeving over Afghanistan. En dat zal trouwens natuurlijk in de komende dagen nog steeds kunnen gebeuren. Op het moment dat het conflict in Afghanistan echt zou uitbreken, dan schakelt de zender Nederland 2 over op een 24 uur nieuws- en actualiteitenprogramma. Dus daar was men een klein beetje bang voor, maar was ook even geschrokken van het nieuws uit Nairobi over prins Bernard, die ineens daar even in het ziekenhuis is opgenomen. Maar dat heeft dus niet zoveel invloed verder gehad op de avond. Het is allemaal goed gegaan. De avond tot nu toe is hier in ieder geval een heel groot succes. En met alle mensen die hier nog zitten, gaan we zo direct kijken naar de muziek. En gaan we dus het laatste uur in. De uitzending van 50 jaar televisie heeft in ieder geval plaatsgevonden. En we kunnen de volgende 50 jaar toch wel met enig vertrouwen tegemoet zien. Veel plezier Hugo en dankjewel. En dan sluiten we deze laatste uitzending van dinsdag 2 oktober af met het weer. Vannacht regent het af en toe in de zuidoostelijke helft. In de rest van het land is het overwegend droog. Het wordt 13 graden. Langs de kust waait een stevige zuidwestenwind. Morgen regent het eerst nog in het zuidoosten en oosten van het land. Elders is het op een enkele bui na droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 18 graden. Donderdag en vrijdag is het overwegend droog. In het weekeinde volgt meer wind en regen. Tot zover, dames en heren. Ook namens de collega's wens ik u, als u nog opblijft, veel plezier bij de jubileumuitzending vannacht.